aflevering heeft Michel experts uitgenodigd om het Sunbrella-concept nader toe te lichten. We hebben zoals altijd de goede all-weather kussens nodig. Kunt u mij eens een beetje technische uitleg geven van de voordelen? Het grote verschil met de gewone klassieke textiel en outdoor is dat Sunbrella eigenlijk gemaakt is uit acrylvezels, waarin dat de kleur volledig in de kern verwerkt is. Dus in de massa gekleurd? Inderdaad, in de massa gekleurd. Ja. Daardoor is het eigenlijk ook zo dat de kleurvastheid 5 jaar garantie behoudt. 5 jaar? 5 jaar, ja. Met veel zon laten buiten liggen, kan zelfs ook tegen kloor. Dus wij bewerken onze stof ook met een coating, ja, waardoor dat de stof eigenlijk water- en vuilafstotend wordt gemaakt. Dus het water blijft er eigenlijk op parel. Ja. In dit project was er een groot obstakel dat de balans tussen de tuin en het huis verstoorde. In deze tuin hadden we dus een niveauverschil van 1,20 meter dat we proberen op te vangen hebben door een deel van de tuin naar boven te brengen. Dus hier zitten we op het behane stuk. En de vijvertuin die hebben we een 50 centimeter naar boven gebracht om zo de tuin dichter bij de woning te brengen. Om niet het gevoel te hebben dat je op het podium zit als je in de woning of als je op het terras zit. Wat ik belangrijk vind, Michel, in het creëren van de tuinen, dat het echte livingtuinen worden. Eigenlijk de living naar buiten trekt, dat het een leeftuin wordt. Maar ik denk dat de realisatie die hier gebeurd is met de niveauverschillen die er zijn, de woonkamer die er vlak achter ligt, dat we hier eigenlijk perfect dat gevoel buiten kunnen plaatsen. Dat zit gemakkelijk. Ja, hè? Dus dat zijn de all-weather kussens. Een goede comfortvulling, een goede bekleding erop, kindjes uit zwembad. Ja. Spring erop met kloor. Genieten, geen zorgen. Genieten. Zorgeloos genieten. Parasol 4 op 4. Hier hebben we een Kingston parasol van Jardinico. Vrijhangend 4 op 4. Zeer simpel systeem, zeer makkelijk systeem. Het ziet er een gigantisch stuk uit, of het is ook een gigantisch parasol, maar laat ons zeggen, hij is vrouwvriendelijk. Dus zeer eenvoudig om open te draaien. Het parasol zelf draait 360 graden rond zijn as. Je draait hem open naast de tafel. En de tafel zit in schaduw. Een doek die perfect beschermt tegen de zon, maar ook voor de regen. Dus Stijn, we hebben de parasol, de perfecte schaduw. Zoals besproken, hier staat hij, de kloekentafel, onze karaktertafel. De campagnaartafel is een combinatie aluminium, wit gepoederlakt en een zwaar, massief, tekgouden blad erop. Heb je geen onderhoud aan en zeer duurzaam. Ja. Een zeer comfortabel stoeltje. Het ziet er een gemakkelijk stoeltje uit. Ja, volledig in kunststof. Zit. Licht om te verplaatsen. Licht om te verplaatsen, weinig onderhoud en comfort, zou ik zeggen, oordeel zelf. Ja. Op het einde van de tuin vinden we ook de Piemonte uit de eigen meubilie-collectie. En iets verderop het Kenia Daybed van Jardinico. De zomer smaakvol in te zetten, wordt sterrenchef Bart de Smit uitgenodigd aan de buitenkeuken van Indu Plus. Dus Bart, als start van een gezellige avond, lekker gewoon op de Indu Plus. Vertel me een keer. We gaan een hapje maken. De volgende voilà, Indu Plus is daar. En de wijn? Ik ga bijna met het eerste hapje. Maar dan moet je naring doen. Dus het voordeel van de Indu Plus is nu eigenlijk dat heel snel je temperatuur... Heel snel, vrij gemakkelijk. Je kunt die toestand eruit halen ook, je kunt hier iets anders in steken. Ik vind het heel functioneel. Een aardappelpannenkoekje, dat een klein beetje opwarmen. Terug even proef. Dat is echt niet gelijk dat je... Lekker, hè? Ja.
is 20 jaar. Vier je met ons mee? Kom dan snel naar onze winkels in Zetelgem en Kronkelen.